Nou, ik ben bij het gemeentehuis. Had ik net met Alfred Broeder gesproken, een van de toezichthouders. En die heeft me weer een paar tipjes gegeven. Dat ik bij Waterschap Rijn en IJssel moet zijn. En bij Veiligheidsregio kan ik zijn. En bij nog een paar dingen. Dus ik ben wat verder. Maar volgens meneer... even kijken hoe die man heet. Dick Parijs ging de gemeente er niks aan doen. Ik zeg, nou, daar ben ik het niet mee eens. Dus ik bel me maar terug over 2 dagen of over een dag. En dan wil ik je antwoord horen. Zoek het maar uit hoe het zit. Maar ik ga het niet accepteren dat al die dieren daar doodgaan. En dus we gaan weer verder met de boel regelen. Dus ik maak me wel zorgen over dat de gemeente niks gaat doen. En voor een paar aggregaten en een pompje en een beetje diesel... redden we de dieren, dus kleine moeite hoor. Maar ja, soms is een kleine moeite voor de dieren omdat ze zo klein zijn en ze hebben geen geld. Ja, dan tellen ze niet mee, hè. Ondertussen lopen ze mooi te doen, maar echt mooi is het niet meer. Dus, stadshuis, gemeente Zutphen. Ik hoop dat je een positief bericht hebt over 2 dagen, maar ik ben er nog niet klaar mee. Ik zou zo direct eerst weer de laatste poeletjes leegtrekken met die beesten die erin zitten. Ik weet er nog 2.000-3.000 te zitten. En ik hoop dat ze dat ding vol gaan pompen. En anders moeten we maar een beetje lobbyen. Op een andere manier de dingen zien voor elkaar te krijgen. Maar ik ga sowieso berichtjes sturen, want ik vind niks. Nou, ik weet ook niet wat ik moet zeggen. Daar voor de dieren! Stop de leugen van de kou! Help de dieren! Fuck Monsanto! Nou, dat was hem weer. Toedeledokie.